Hallo allemaal, welkom bij ons eerste studioprogramma van Dutch TV. Allemaal erg spannend, want het is de eerste keer hier dus in de studio. Keith Reitsema van de Erasmus Foundation is hier links van mij. Ron van Riet van de NCCA. Frans Moens van Holland Soccer House en de Facebookpage Dutchies in Melbourne. En Nick Jans van de Borrel en hij zit ook bij Dutch Connection. Welkom allemaal. Wij zijn vandaag bij elkaar omdat ik als Dutchieveel heel graag zie dat we een beginpunt kunnen maken tot een structureel overleg binnen verschillende organisaties. En toen ik bij de Erasmus Foundation was voor hun 50-jarig bestaan, dacht ik, hoe nou eigenlijk verder met Nederlandse organisaties in Melbourne? Want we doen allemaal van allerlei dingen. Ik heb daar gefilmd bij de Erasmus 50 jaar. Ja, mooi. En misschien is het wel goed voor de kijker om te kijken wat er gebeurde. En dat dan gebruiken als uitgangspunt van ons gesprek. Dus zullen we even gaan kijken? Ja, ja prima. Ja? Ja, bestaat de Erasmus Foundation 50 jaar. In die 50 jaar heeft de Erasmus allerlei verschillende culturele evenementen georganiseerd. Een paar die ik me herinner zijn gastsprekers zoals Anouk van Dijk en de Belgische consul. Er zijn filmdagen en tentoonstellingen en TEDx-screenings. Vandaag hebben we een lezing van het plaatsvervangend consul. En een prachtig diner in een supermooi gebouw. Keith geeft een mooie inleiding van 50 jaar Erasmus. Verder ga ik in deze uitzending ook meer op de voormalige presidenten in en wat zij bereikt hebben de afgelopen jaren. En natuurlijk, heel belangrijk, wat de members vinden van de Erasmus. All right, anyway, I just want to now wish you a very warm welcome to this very important function, being the 50th birthday of Erasmus. In 1965, a group of Dutch drinking friends, usually known as the Borrelaars, led by a gentleman called Jan Voordijk, they took the ambitious initiative to establish an organization, namely this one, Erasmus, to keep the knowledge of the rich Dutch culture and history alive in Victoria and Australia. And I think we can all understand that, because usually, I found that myself, when you go back to Holland for a short time, you again appreciate that, the richness of the culture that the Netherlands does have. And when you come back to Australia, you kind of miss it. And so this is an organisation to keep that alive and to also spread the word amongst our Australian friends. Erasmus, 7 jaar geleden, was een vereniging waarvan de leden steeds ouder werden. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ook kritisch ouder werden en ze vielen weg. Dat was een situatie waarin ik als president toen veranderingen wilde aanbrengen. En ik heb geprobeerd, maar niet succesvol, om jong bloed in Erasmus te betrekken. En niet succesvol omdat er wel een heleboel interesse is in Nederlanderschap, maar de cultuur van Nederlanderschap in de zin van aansprekende cultuur voor zeg de expats van 30 jaar daaromtrent, die sloot niet aan. En ik heb wel geprobeerd om met recente Nederlandse films dat te veranderen, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Wat heb jij bereikt tijdens je Erasmus-tijd? Nou, wat ik bereikt heb, een beetje moeilijk te schatten, maar ik wilde Erasmus dus toch meer relatief maken. In de algemene betrekkelijkheid van de Nederlandse samenleving in Melbourne, begrijp je, en ons meer kunnen richten op de jongere generaties en sociaal-cultureel meer van een inspraak te kunnen bereiken. En met die filmdagen bijvoorbeeld, vond ik dat succesvol. We
kwamen heel veel meer mensen op af dan wat er ooit voorgesteld. Maar er is nog heel veel te doen. En ik geloof zeker dat als Erasmus blijft voorbestaan, na 50 jaar, dan moeten wij ons toch eigenlijk, net zoals de Italianen, andere Europese culturele bewegingen meer kunnen toeleggen om wat het vergt om de Nederlandse samenleving te kunnen bereiken hier in Malmö. Dankjewel. Wanneer was u voorzitter? Ik dacht in 2007, 2008, zoiets. Ja. En ik was tijdelijk voorzitter, maar ja, ik was zeer bewust van het feit dat het een culturele stichting is. Dus we hebben geprobeerd om hier een aantal sprekers uit te nodigen. En we hebben een concert georganiseerd hier in Queens. En dat viel toen erg in de smaak. Ik herinner me nog dat Tatiana heeft hier gezongen. Dus het was een hele aardige tijd, maar vrij kort. Waarom is Erasmus belangrijk voor je? Wel, Caro, in de eerste plaats, ik heb geen familie in dit land. En ik heb vandaag erg veel vrienden. En ik heb besloten dat het aansluiten bij de Erasmus Foundation vanwege zijn culturele aspecten. We hebben erg leuke meetings. Het is voor mij erg belangrijk. Ik ben een Australian citizen nu, maar mijn Hollandse afkomst en mijn cultuur zijn erg belangrijk voor me. En ik ben graag ook een actieve member in de Erasmus Foundation. Ik geniet altijd van onze samenkomst. Voor mij, ik ben hier al sinds dat ik 16 was, dus al een hele lange tijd in 71 aangekomen. En het is voor mij heel belangrijk om mijn my roots, ik weet niet hoe je dat van Hollands. Ja, ik ben al veel Hollands vergeten natuurlijk in al die tijd. Ik ben in Australië getrouwd en ik ben ook een member van de Kabel Club. Dus voor mij heel belangrijk om alsmaar naar events te gaan met Hollandse achtergrond. En vooral vandaag iemand te ontmoeten en te horen spreken in zo'n hele goede atmosfeer. Met veel van mijn, mijn land, mensen, dat mis ik nog steeds. So let us drink to the continuing health of Erasmus. Yeah. Yes. Wat, ja, eerste reactie van iemand, van Nick? Ja, ik denk dat heel veel clubs ermee te maken hebben. Dat ze toch een kleinere ledenbasis hebben en lastig om evenementen te organiseren en het gepubliceerd te krijgen. En toch voldoende mensen die daar eigenlijk nou opkomen. We hebben wel succesvolle evenementen zoals WK, EK, om heel veel mensen op af. Andere diners en andere evenementen komen één keer per jaar. Maar er zijn denk ik heel veel verschillende initiatieven, clubs en versnippering. En daardoor denk ik dat iedereen een beetje over zich verliest. En dat er ook niet zoveel samenwerking is als het vaak zou moeten. Vaak zou kunnen. Dus er is heel veel meer kans eigenlijk om dingen beter te doen samen dan dingen verspreid te doen. Ja, ja, want bijvoorbeeld de voorbeeld van Holland, ja, van het Holland Sok, ja, bijvoorbeeld Holland Sokkenhuis. Hoe zou je dat kunnen zien in een samenwerking? Holland Sokkenhuis is onderdeel van Dutch Orange Day zelf. Ja. Dus dat wordt gecombineerd en ook dat wordt georganiseerd door dezelfde mensen. Ik denk Holland Sokkenhuis heeft een heel duidelijke doelgroep. En ik denk dat vaak het probleem is, zeker met de vergrijzing van de Nederlandse populatie hier ook, dat het zoeken van een doelgroep en het vinden van een doelgroep voor een heel specifiek iets, dat het heel lastig kan zijn om een juiste doelgroep te vinden en aan te spreken bij meerdere groepen van de Nederlandse gemeenschap hier. En daardoor krijg je een soort versnippering van afgezonderlijke initiatieven voor bepaalde elementen, maar dat komt eigenlijk nooit samen in een overkoepelend orgaan of in gecoördineerde actie. Ja. Dat zorgt voor een versnippering van activiteiten, maar ook van misschien van geld en resources en tijd dat iedereen eraan besteedt. Uiteindelijk krijg je dan minder terug voor wat je er eigenlijk zou willen terug voor krijgen. Ja. En wat doet de NCCA met
samenwerking met andere organisaties? Ik denk te weinig. Kijk, wij hebben natuurlijk ook een hele specifieke doelgroep. Wij bieden een business network platform voor onze leden. Wij zijn ook echt een ledenorganisatie, waar we dus activiteiten organiseren voor leden, met onze leden, maar ook wij hebben onze, we gebruiken sociale kanalen. Zojuist de sociale kanalen vind ik belangrijk om samen te werken. Kijk, we hebben dat hele specifieke business gebeuren en dat hangt niet samen met een borrel. Maar we hebben sociale kanalen, sociale evenementen, Dutch organiseren waar we zijn, waar we veel beter kunnen samenwerken. Maar ook het sharen van informatie kan beter. Heel vaak hebben wij op dezelfde tijd een evenement waar onze leden een keuze moeten maken waar ze naartoe moeten gaan. En dat vinden we jammer, want we zien heel graag al onze leden naar een evenement van de NCCA. Maar als een Dutch borrel op dezelfde tijd is, dan kunnen we een probleem hebben door het beter af te stemmen, door het allemaal te connecten, door een portal te hebben waar we allemaal onze informatie op kwijt kunnen. Ik denk dat heel erg goed zal zijn voor de Nederlandse community hier in Melbourne. Ja, want dit was een filmpje van de Erasmus en jij bent natuurlijk van de Erasmus. Wat is de doelgroep van de Erasmus? Misschien kunnen we inderdaad kijken wat wij zelf denken wat de doelgroepen zijn van de Erasmus en kijken of het overlapt. Of ja. van elke organisatie waar we hier zitten. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat we een duidelijke doelgroep krijgen van de hele Nederlandse gemeenschap. Ja, maar wat is de doelgroep van de Erasmus? De doelgroep van ons is eigenlijk de algemene bevolking van Victoria, die misschien al een beetje interesse hebben in Nederland. Maar we willen dus meer interesse kweken in Nederland om de Victorians meer op de hoogte te stellen van de belangrijke culturele achtergrond van Nederland. Want dat is natuurlijk ontzettend rijk en dat is heel jammer dat de Victorians en Australians er niet meer van af weten. Dus eigenlijk is je doelgroep, is je doelgroep Australiërs en niet Nederlanders? Eigenlijk wel, ja. Maar wat gebeurt er, omdat in de eerste instantie de Nederlanders natuurlijk meteen zien dat het is een Nederlands cultuur gebeuren of een film of zoiets, dan komen als lid meestal de Nederlanders. Het Holland Festival is dan nu gestopt. Dat vinden de tweede en de derde generatie vooral erg. De jongere generatie die heeft zoiets van, nou, we hebben toch ook Dutch Orange Day. En we hebben toch de borrel. En we hebben toch NCCA. Ja. Dus die denken eigenlijk van, dat maakt voor ons niet uit. Maar voor de tweede, derde generatie is dat Holland Festival wel belangrijk geweest. Dus dat is jammer dat weggaat. Dus voor die doelgroep weer. Ja, dus nou, weer een specifieke doelgroep. Heeft weer te maken met de doelgroep. Men kan zich afvragen, we hadden dus een Holland Festival. Moet je je afvragen, waarom hebben we dan een Dutch Orange Day nodig? Ja. Om daar eigenlijk een soort te concurreren. En dan te kunnen zeggen, ja, we hebben al een Dutch Orange Day, dus we hebben het Dutch Festival niet meer nodig. Ja. Een Dutch Festival bestaat al, weet niet, 50, 60 jaar lang. Ja, en wat is de visie van het Dutch Orange Day? Nou, ik denk dat het Holland Festival was heel primair op de Nederlanders ook gericht. In Sandown. En Dutch Orange Day heeft ook als oogmerk om het in het midden van de stad te houden, waar ook heel veel Australiërs langskomen, ook misschien zelfs toevallig, om met de Nederlandse cultuur kennis te maken. En ik denk ook dat elke organisatie ook hun eigen product relevant moet houden. En misschien dat ook met de huidige situatie, dat het heel moeilijk te doen is, omdat er zoveel veranderingen zijn in de demografie, maar ook in de informatietechnologie. Een film of een Nederlands nieuws waar je vroeger een filmavond had of een de Dutch Courier was misschien het enige Nederlandse nieuwsblad wat je ooit kon lezen hier. Je gaat een uitzending gemist, je downloadt een film of je bekijkt een Nederlandse krant op je iPad of een magazine. Dus dat is niet meer de informatie waar mensen naar op zoek zijn. Dus ik denk dat ook de Nederlandse gemeenschap zoekende is naar hoe in een nieuwe wereld een community of een gemeenschap zich op kan zetten om relevante dingen aan te bieden voor de nieuwere generatie. Ja,
dat denk ik wel. En dat denk ik ook dat ook in het filmpje heel duidelijk naar voren kwam. Om de voormalige president van Erasmus, die kijkt van hoe kunnen wij ons de jongere generatie erbij betrekken. Hoe kunnen we ons product aantrekkelijk maken, houden en een nieuwe doelgroep aanspreken. Ja, ja, maar dat was ook wel grappig aan het filmpje. Want iedereen die ik dus sprak, alle voorzitters, die hebben altijd willen vernieuwen. En dat is dus niet gelukt. Ja. Wat denk jij, Nick? Want jij hebt best wel jonge mensen in de borrel. Want denk jij dat jij jongeren, dat lukt, hè? Dat je jongeren naar de Erasmus Foundation trekken? Of dat je zegt van nee, dat is een andere doelgroep? Wellicht ligt er ook een beetje aan wat voor evenementen, want sommige evenementen hebben ook een specifieke doelgroep, maar op zich met de versnippering huidig formaat, dan wordt er weinig met elkaar gepraat. Dus als ik online zoek, ik wil een Nederlands ontmoeten, ik ben al een paar jaar de taal spreken, dan ga je naar de borrel en dan, dat was het ook, zeg maar. Je hoort niet van Erasmus of de andere kant op. Dus daarom zitten we nu ook te kijken om meer met elkaar te praten en meer samen te werken. En te kijken hoe we dat sowieso beter kunnen regelen. Zowel met PR als met evenementen afstemmen. Soms heb je oneigenlijke concurrentie. Misschien heb je Holland Festival, Dutch Orange Day. En nog wat dingen die samenvallen. Dus dat, om dat beter op elkaar af te stemmen, kun je daar veel meer mensen bereiken. En betere opkomst hebben. En minder met elkaar concurreren, terwijl dat niet de bedoeling is. Nee, want we willen eigenlijk allemaal vooral hetzelfde, gewoon de Nederlandse cultuur in Australië voortbrengen en laten zien. Ik denk dat het inderdaad goed is. Daarom zijn we het misschien goed om nu samen te zijn, dat dit misschien een begin is. Dat we. Het begin is denk ik deels ook gemaakt. We zijn nu natuurlijk met Dutch Connection is ook een tijdje begonnen. Dat is denk ik opgestart als soort van initiatief om een beetje een soort van open. Overkoepelend orgaan te doen en dingen centraal te publiceren als een start. Dus met de mailinglijst zetten we alle organisaties zijn erbij betrokken eigenlijk om hun evenementen te adverteren. Dus dat is één platform om zeg maar alle Nederlands naar buiten te brengen en het beter te organiseren. Terwijl organisaties wel een eigen dingetje een beetje blijven doen. Maar op zich is dat eigenlijk de beste start die je kan hebben om mensen met elkaar te laten praten. En vanuit daar moeten we eigenlijk groeien en meer dingen samen doen. Doen jullie dat al? Zitten jullie bij de Dutch Connection? Maar natuurlijk, kijk, wat natuurlijk ook wel belangrijk is, het is niet helemaal noodzakelijk dat de huidige organisaties blijven voorbestaan in de huidige formule. Het kan best zijn dat we zeggen, tezamen, dat laten we proberen een verandering te kweken, misschien een samenkomen of zoiets. Want als we op deze manier doorgaan, dan blijven we verzuilen. Een stukje kruisbestuiving dat mist. Ja. Websites en groepen en meetups en die bewegen zich onafhankelijk van elkaar. En er is geen kruisbestuiving waar de Dutch Connection dus een website heeft met een overkoepelend kalender. Waar de volgende stap mogelijk goed zou kunnen zijn om ook die organisaties een beetje aan elkaar te binden. Dat als er een evenement is in een bepaalde groep, in een bepaalde zuil, want een verzuiling dat is wat gaande is, dat een andere organisatie dat ook promoot en vice versa. En dan ook zo die kruisbestuiving een beetje op gang krijgt. Ja, en het niet zien. We moeten bijna afronden, want we zijn bijna klaar. Ik denk dat we nog heel veel te vertellen hebben. En dat we nog ongeveer een paar uur over kunnen kletsen. Maar in ieder geval hartstikke bedankt dat jullie vandaag nu bij Dutch Civic kwamen om hierover te beginnen. Ik denk dat we gewoon een vervolgafspraak moeten maken. En dan kijken of we inderdaad wat koppers met spijker kunnen slaan, zoals we dat zeggen. We starten nu een heel ander onderwerp, alhoewel anders. Het is een TEDx-filmpje. Dat geregeld is door de Erasmus om uit te zenden. Zoals jullie weten gaat dat TEDx gaat over innovatie. Dus over nieuwe ontwikkelingen. Dus ook laten zien Nederlandse cultuur, Nederlandse innovatie in Australië. Dus dan gaan we daar kijken en dan bedank ik jullie alvast voor jullie komst hier. Oké, goed. Leuk. Did you know that coffee grows in the little bush? And that your coffee beans actually come from a cherry?
Every cup of coffee that you ever had first started out as a cherry, but we only use the beans and throw away the rest. Shame on us. Did you know that the Netherlands is the second biggest coffee consumer per capita in Europe? This creates a huge waste problem, not only in the Netherlands, but all around the world. What if we could take this waste and transform it into something valuable? I first saw the huge amounts of waste when I was in Costa Rica 2 years ago. We went there to the biggest coffee conference in the world. We met Roberto. He's the owner of a medium-sized coffee cooperative, and he showed us around in the plantation. On top of that, he also showed the waste from all these cherries. Although he's not the biggest coffee producer of Costa Rica, still, this was his biggest problem. I saw the desperation in his eyes when he said to me, "If you could do anything with this waste, it would be extremely helpful to both our families and the coffee industry." That was the moment I realized that we have to help Roberto, but also other farmers around the world that face the same problem. Every kilo transformed is a gain. For me personally, this was a huge revelation. It's a big problem where we can actually make a difference. For a long time already, I was looking for a chance like this to fix something this big. This global challenge needs a big solution. My company is called PactCoff. We transform coffee pulp into valuable end products. Coming back from Costa Rica with a sense of urgency, my partner and I discovered that there are three major challenges around this waste. The first one is the visibility issue with the general public. As I mentioned, coffee comes from cherries. But if most people don't even know that, how can they know about the waste problem involved with large-scale coffee production? Consumers don't even know that there's a cherry in the first place. The second problem is that nobody in the industry knows what to do with it. So when coffee became industrialized, the waste was being dumped high up in the mountains. The third problem is that the environment suffers. Imagine hundreds of football fields filled with rotting cherry. Imagine the CO2 equivalent that's concerned with these amounts. This problem is growing, and it's growing rapidly, mainly due to developing countries such as China, Brazil, and India that start consuming coffee on a large scale. So, there's 20 million tons of waste being produced every year. What if we could take it and use it for something else? What if we could use it in our everyday products, like your yogurt drink and butter, which is precisely what we are doing? We transform the pulp into valuable ingredients. And we're not the only ones gaining from the process, as we have a social vision in mind concerning the circular economy. Let's take Costa Rica for example. First, these cherries grow on a coffee tree. From there, they're being picked and separated, and piles of skin and pulp are created. With the use of our preservation process, farmers are able to transform this waste into a stable and dry raw material. We, as a company, then buy this material from the farmer and extract the valuable compound. I love it that this brings additional money to the farmer. It helps us with the extraction of the valuable compounds, and it's good for the environment as well. So, right now, we're focusing on food ingredients, but there are so much more interesting things that we can do with this material. That's what makes me jump out of bed in the morning. What we're looking for is a first customer to commit and engage with our team to develop the product most suited for the market. As I told you before, the Netherlands is the second biggest coffee consumer of Europe. That means that there's lots of coffee, but also lots of waste. We saw the problem and have come up with a brilliant solution where everybody wins.
My friend Roberto from Costa Rica said, every kilo transformed is a gain. You might think, after hearing me today, that you should drink less coffee because of the waste. But I say, get out there, drink more coffee, because it helps the farmer feed his family. It helps us with more volume to work with. And you save the environment from large-scale dumping, because every kilo counts. Thank you. Dank jullie wel voor het kijken naar Dutch TV. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.